Dag Isabel, hoe gaat het ermee? Goed, ik ben vandaag begonnen op mijn nieuwe job. Het is er echt heel leuk. Ach ja, dat is juist. Jij bent vandaag begonnen. Heb je een eigen kantoor? Nee, ik zit aan het onthaal. Ik zit achter de balie en ontvang de bezoekers. Ik beantwoord ook telefoons en doe allerlei kleine werkjes, zoals documenten kopiëren en kantoorbenodigdheden bestellen. En kan je daar dan rustig werken? Ja, het valt echt wel mee. Er komen niet zoveel bezoekers. Het enige probleem is dat ik het computersysteem nog niet zo goed ken. Ik moet voor elke bezoeker telkens een badge aanmaken en dat lukt me nog niet zo goed. Vanochtend gaf ik een bezoekster per ongeluk een badge die alleen toegang geeft tot de kelder. Het bleek de vrouw van de algemeen directeur te zijn. Gelukkig kon ze ermee lachen. En hoe zit het met de temperatuur? Want in zo'n inkomhal is het toch vaak vrij koud, niet? Ja, dat is mogelijk, maar ik zit niet echt in de inkomhal. Er is een grote inkomhal van het kantoorgebouw, maar ik zit achter een glazen deur in de lobby van ons kantoor. Er is veel licht en er is altijd een aangename temperatuur. Dat lijkt me een heel mooie werkplaats. Het is alleszins aangenamer dan de mijne. Hoezo? Waar werk je dan? Ik werk sinds deze week in het archief van ons bedrijf. En dat archief is in de kelder zonder licht en heel fris.